Ik woon sinds 3 maanden in Amsterdam-Oost. Daarvoor woon ik altijd op de Wallen. Was echt fantastisch, 4,5 jaar. En er was een rumoerig, altijd geluid. Altijd mensen, zingende toeristen. Maar het enige fijne aan dat geluid was, elke dag, dat het een constant was. Dus op een gegeven moment wen je eraan. Ik sliep ook wel op verdieping 4, enkel glas. Maar dat geluid wende ik wel aan. Ik woon nu dus in Amsterdam-Oost. Rustiger, een beetje aan de zijkant van de stad. Maar daar is één geluid dat elke keer om het kwartier langskomt. Ik zal het je even laten horen. Je hoort hem langzaam opkomen. En als ik dan in bed lig, zeker met het lekkere weer, de ramen open, schrik ik er wakker van. Herken je het? Het is het geluid van een tram. Ja, dat heb je in Amsterdam. En toen dacht ik van, nou, dit is prima, ik word er dus wel wakker van, ik schrik ervan. Maar er zijn vast nog ergere plekken waar echt enorm geluid is. Dus echt het meest luidruchtigste plekje van Nederland. Daar ben ik eigenlijk op zoek naar. In de Noise of Holland. Meld je even. 3333. Of dus een audio-appje via de 3FM-app. Heb ik meteen het geluid. Het geluid van Nederland, de Noise of Holland. Waar is het meest lawaaierige plekje van Nederland? Henk, goedemiddag. Ja, goedemiddag Frank. Hi. Hollandse herrie bij jou, hè? Nou, dat zeker, ja. En heel veel de laatste tijd. En wel dit geluid, Henk, want jij woont in IJmuiden. Klopt. En dan hoor je dit elke ochtend. Ja, en met je ramen open is niet fijn. Maar heb je daar een trucje voor om het een beetje weg te krijgen, dat gekrijs van die meeuwen? Nee. Wel als ze vlak bij mijn raam gaan zitten, dan jagen ze weg. Maar ze vliegen gewoon in het rond, dus dat is heel vervelend. Zeg maar je, ja, je doet er weinig aan. Henk, zeg je dan misschien pang om ze weg te krijgen? Of pinda, oh, pinda? Pang. Nee, ik heb nooit in dienst gezeten, dus dat trucje heb ik niet geleerd. Maar je hebt dus geen mogelijkheid om ze echt weg te krijgen? Nee, daar doe je niks aan. En mag ook niet, hè? Nee, het zijn weer natuurlijk dieren, dus daar moet je weer voorzichtig mee zijn. Ja, beschermd zelfs. Heb jij een decibelmeter, toevallig? Nee. Want ik ben dus op zoek naar het meest luidruchtigste plekje. En diegene wint dan een prachtige prijs. Sowieso gouden oordop. En ik zit te broeden op nog iets anders. Oké. Maar als je dat hebt, stuur het dan eventjes naar de 3FM. Maak er een fotootje van hoe hard het daar dan wel niet klinkt met die krijzende meeuwen. Ik ga het proberen morgen. Toppiekanaal. Dankjewel, Henk. Ja, is goed, man. En je dinkt mee naar die mooie prijs, dat je het weet. Hartstikke leuk, dankjewel. Fijne dag. Heel jij ook.